Lekker vaag, hè, jongens. Nee, ik zit aan te denken om misschien vanavond sushi te bestellen. Ik heb nu deze capsules. Qua smaak ook veel lekkerder. Echt niet lekker. Dat wordt gewoon niet wat. Maar dit is echt een fijne aanvulling voor me, omdat ik het gewoon niet haal. Lekker koffie, lekker koekje. Heerlijk. Hier heb ik zo naar uitgekeken. Hallo, hier is mijn hoofd. Ja, top. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Fit Addict video. Vandaag ga ik je weer alles laten zien wat ik eet. En ik heb echt, nou ja, iets in mijn hoofd. Wat er dan waarschijnlijk weer heel moeilijk uit te krijgen is. Maar ik zit wel aan te denken om het te doen. Maar ik weet nog niet zeker of ik het ga doen. Maar ik ga er wel rekening mee houden dat ik het misschien ga doen. Lekker vaag, jongens. Nee, ik zit aan te denken om misschien vanavond sushi te bestellen. Het is woensdag en het is echt gewoon grijs buiten. En ik heb echt heel hard gewerkt en ik heb mooie dingen bereikt afgelopen week. Dus ja, een beetje celebration of zo. Ja, dat zit in mijn hoofd. Ik weet nog niet zeker of ik het ga doen. Misschien dat ik in één keer zelfs op een heel ander idee kom. I don't know. Maar dat betekent dus wel dat ik nu zoveel mogelijk probeer te focussen op mijn eiwitdoel halen. Want in sushi, mocht ik dat eventueel eten, zit natuurlijk heel veel carbs. Dus ja, daar ga ik rekening mee houden. Zodat mijn dag alsnog een beetje uitgebalanceerd is. Kijk, ik maak soms bepaalde keuzes. Zodat ik alsnog een uitgebalanceerd voedingspatroon heb. Maar wel alles kan eten wat ik wil. En dat is echt super chill. Dat ruikt. daarom begin ik nu de dag met deze. Wat is het? Protein by Milk Uni Salted Caramel. Echt lekker. Dus die ga ik eventjes eten. Daar heb ik in ieder geval gelijk alweer het eiwitten binnen. Ik drink ook een hele beker water, of course, zoals altijd. Daar begin ik altijd de dag mee. Mijn computer is nog aan het updaten, mijn werkcomputer. Het is vandaag gewoon een werkdag. Ik werk altijd maandag tot met woensdag. Dus ja, ik ga zo meteen lekker van start. En dan gaan we kijken hoe deze dag gaat lopen. Ik koop deze trouwens niet heel vaak meer. Dit is mijn één na laatste puddingje, wat nog in mijn koelkast staat. Waarom? Omdat het gewoon redelijk prijzig is. Niet dat ik op budget moet letten, maar ik heb laatst een inschatting gemaakt. Toen dacht ik, nou, ik geef wel heel veel geld uit aan luxe producten. Dus toen dacht ik, nou, oké, weet je, dit is wel echt iets waar je gewoon op kan besparen. Ik eet nu voornamelijk gewoon kwark, maar ja, voor nu zo'n klein bakje is wel even fijn. Omdat ik niet heel veel trek heb. Dus ja. Kijk nou, maar het ziet er wel echt lekker uit. Het is een soort... focus. Ja, ik blijf wel hangen hier hoor, met die pudding. Koekoek. Oh, oh. Gaat die bijna omvallen? Nou ja, je snapt het. Lekker. Ik ga even een espresso maken en daarbij melk opschuimen. Zodat ik een cappuccino kan maken. Ik heb nu deze capsules. Gewoon van de Albert Heijn, maar wel de budget variant. Want ik proef echt serieus geen verschil. En dit scheelt bijna een euro. Dus ik ga deze eventjes maken. En ik doe altijd, ze zeggen altijd dat je, dat je hem op 2 moet zetten. Dus eigenlijk hier. Maar ik doe hem altijd hier, omdat ik weet dat er altijd nog extra uitkomt. Dus dat is een goede truc voor als je een Dolce Gusto hebt. Ik ga met deze melk opschuimen en ik gebruik deze Alpro Barista. En ik zweer, normale melk trek ik gewoon echt niet meer. Ik vind dit gewoon zoveel lekkerder ook. Niet alleen vanwege mijn darmen ook beter, maar qua smaak ook veel lekkerder. Dus ik ga dat vullen en dan aanzetten. Dit is echt het beste apparaat wat ik ooit heb gekocht. Zo chill. Dus dat gaat even opschuimen en dan gaat het zo meteen bij de espresso op. En omdat ik dus vanavond behoorlijk wat calorieën ga consumeren, want ik heb nu wel bedacht dat ik gewoon sushi ga eten, probeer ik dus nu rekening te houden met dat ik vanavond het gros van mijn calorieën ga eten. Je kan natuurlijk ook gewoon lekker genieten en gewoon normaal je dag vervolgen en nergens verder op letten. Maar het feit blijft wel, ik heb gewoon een doel. En ja, als ik niet meer hoef te eten dan nodig en als ik daar rekening mee kan houden, dan doe ik dat.
En ik heb gemerkt dat bijvoorbeeld frisdrank en bijvoorbeeld een cappuccino met melkschuim, dat houdt je gewoon wat langer verzadigd. Dus dat kan ook heel erg helpen bij een extra verzadigd gevoel. Daarbij focus ik straks gewoon op veel eiwitten, ook gewoon tijdens de lunch en als tussendoortje. Dus dat ga je straks ook gewoon terugzien. En dan, ja, dan komt het helemaal goed. Het is nu de hoogste tijd om een lunch te maken en ik ga het dit keer gewoon simpel houden. Ik ga een Tasty Basics cracker eten met een plakje kaas en wat boter. Ik heb niet heel veel trek en ja, dat zorgt ervoor dat ik gewoon mijn vetten wat kan ophogen. En natuurlijk die eiwitten binnen kan krijgen die ik nodig heb. Dus ik ga even laten zien hoe ik het maak. Het is niet heel ingewikkeld, maar ik ga het je wel laten zien. Dit zijn de crackers die ik ga gebruiken. Ik vind deze persoonlijk echt heel lekker. Het bevat dus zo'n 100 calorieën per stuk. That's it. Nou, hier bij mijn lunch. En ik ga nog iets nemen. Ik heb een sapje laten ontdooien van Freshes. Deze neem ik altijd ter aanvulling op mijn groente- en fruitinname. Nou, en fruit eet ik dus niet omdat ik het niet lust. Dus vooral groente dan. Maar dit is echt een fijne aanvulling voor me omdat ik het gewoon niet haal. En met zo'n flesje heb je gewoon al 360 gram groente binnen. Dus dat is echt super chill. Wil je dit nou ook proberen? Je kan 15 euro korting krijgen op je eerste aankoop. En dat kan met de code FITADDICT. En ja, ik hoop dat je het ook een keer gaat proberen. Want ik gebruik dit nu al bijna een jaar. Ja, bijna een jaar al. En het bevalt echt heel goed. En hierin zitten dus de volgende ingrediënten. Zo kun je het beter lezen. Heel chill. Dus dit is eventjes mijn lunch. En ja, dan zien we weer bij de volgende maaltijd. Het is nu bijna 3 uur en ik ga nog eventjes een koffie maken. Ik merk dat ik altijd om 3 uur, half 4, dan kak ik echt in. Dus dit is het moment. Ik ga er ook even lekker een koekje bij pakken. Dat doe ik wel vaak rond 3 uur. Dat ik echt denk, oh, bij de koffie hoort een lekker koekje. Ja, dat eigenlijk. Het is net klaar. Mijn melk. Het is weer lekker schuimig. Kijk nou. En ik verbaas me echt over hoe goed die sojamelk, hoe goed dat opschuimt. Want normaal gesproken krijg je echt alleen bij volle melk dat het echt goed schuim wordt. En ik had laatst ook met amandelmelk geprobeerd om daar melkschuim van te maken. Het is echt niet lekker. Dat wordt gewoon niet wat. Dus ik ga nu even mijn melk opschenken. Kijk hoe dik. Het is echt gewoon lekker creamy. Ik heb mijn wow. Check hoe schuin mijn knot zit. Nou ja, I actually don't really care. Ik ga lekker een spritz erbij eten. En deze hebben ook een stukje chocolade op. Heel lekker. Dus die ga ik eventjes nog eens meteen. En ik wou jullie nog wat vertellen over hoe ik nu eet, zeg maar, in verhouding tot dat ik zelfs eten ga bestellen. Dit is ook een hele goede manier, zeg maar, als je dus hebt van, ik ben echt voorstander van eet wat je wil, wanneer je wil. En als het maar overeenkomt met jouw doelen en waar je heen wil. Want je kan niet altijd zeggen, oké, ik heb iedere dag zin in chocola, dus ik trek iedere dag de kast open en vreet 10 repen chocola. Zo werkt het niet, maar daarin moet je wel je vrijheid voelen, dat is wat ik bedoelde zeggen. Maar heb je dan zoiets van, hey, ik werk wel gericht naar doelen toe, maar ik heb gewoon heel veel zin in sushi of ik wil heel graag eten bestellen. Zorg dan dat je alvast een 's ochtends een schatting maakt van hoeveel calorieën je denkt kwijt te zijn als je calorieën bijhoudt aan je avondeten. Het werkt voor mij altijd heel goed, dan blijf ik alsnog on track, omdat ik gewoon weet dat ik later in de week ook alweer pizza ga eten en zo. Because I like pizza really, really much. Maar dat is dus echt een handige manier om te doen. Want ik heb nu dus ook alvast als avondeten gelogd in mijn fitnessbal dat ik sushi ga eten. En dat komt ongeveer hierop uit. En dat is natuurlijk nooit, het is nooit exact wat je van het restaurant krijgt. Want ze doen er allemaal aparte dingen overheen. Het is nooit helemaal te tracken. En dat hoeft ook niet, want je lichaam is geen rekenmachine. Maar als je een grove schatting wil, is dit een hele goede manier. En zo kan ik kijken van, goh, weet je, wat kan ik vandaag allemaal eten? Zodat ik toch nog een beetje mijn eiwitdoel zoveel mogelijk behaal. Dat ik toch nog een beetje binnen mijn calorieënbudget blijf. Hoeft niet helemaal, maar zodat ik wel een beetje die peace of mind heb. Dat ik denk van, yes, ondanks dat ik sushi heb besteld, ondanks dat ik pizza heb gegeten, is dat nog een goede dag. Want
Ik heb ook gewoon dagen dat ik gewoon eet hoor. Dat ik gewoon dat hele calorieën tracken. Dat ik dat gewoon opzij schuif. En denk van nou ja, so be it. Maar wat ik net ook al zei. Weet je, jouw keuzes die je maakt. Moeten wel jouw doelen reflecteren. Dus als jij te vaak denkt. Oké, weet je, YOLO. Ach, het kan nu wel. Ach, het kan nu wel weer. Ach, het kan vandaag wel weer. Dan raakt het uit balans. Weet je, je moet daar toch een soort fijne balans voor jezelf in vinden. Voor mij is dat 80-20 systeem perfect. Ik wil niet zeggen dat ik dan iedere week perfect 80% gezond en 20% ongezond eet. De ene week is het 90% gezond, 10% wat minder. En sommige weken is het 50-50. Het hoort er allemaal bij, maar vaak is dat percentage, zeg maar, om grofweg rekening mee te houden, werkt altijd wel fijn. Dat wou ik er even over kwijt. Ik ga dus nu even lekker een cookie pakken. En hier word ik er ook echt blij van, weet je. Want dit is gewoon echt zo'n lekker momentje. Lekker koffie, lekker koekje. Ja, heerlijk. Ik ga hier lekker van genieten. Nog eventjes doorwerken. En straks sushi. Ik zit al eventjes te kijken wat ik voor sushi wil bestellen. En dit is wat ik nu heb ingevuld. Dit bovenste heb ik gelogd en het onderste neem ik er extra bij. Het is gewoon sashimi, is alleen vis. Dus het is alleen protein en wat vet. Dus dat is prima. Wat heb ik precies besteld? 84 die. En even kijken. 77 deze. Dus dat komt zometeen mijn kant op. De sushi-bezorger is nu onderweg en mijn sushi wordt zometeen geleverd. Yes! Ik heb super veel zin in. Ik heb echt de hele dag naar uitgekeken. Dus dat is heel... Wat is er nou met mijn wenkbrauw? Oké, goed verhaal. Nou, let daar niet op. Hij is onderweg. En ik heb er super veel zin in, want ik heb de hele dag naar uitgekeken. Mijn sushi is geleverd en ik ga hier heerlijk van genieten. Jullie weten precies wat ik heb besteld. Dat heb ik natuurlijk al laten zien op de website. Heerlijk. Hier heb ik zo naar uitgekeken. Jam. En dat was het dan. Alles is op. En ik kan je zeggen, ik ben bomvol. Ik heb echt zoveel gegeten. Het is echt, was zo lekker. Ik heb echt dubbel en dwars van genoten. Ik ga hierna 100% zeker niks meer eten. Dat is een ding dat zeker is. Ik pak even nog mijn mobiel bij en dan laat ik eventjes het overzicht zien van de dag. Hoe ik heb gegeten en wat ik allemaal heb gehad. En dan ga ik deze vlog afsluiten. Oké, en dan nu even mijn dagoverzicht. Nou, ontbijt hebben jullie gezien. Salt karamelpudding heb ik gehad. Toen vanmiddag eten de cracker. Ik heb alleen de boter nog niet gelogd, dat zie ik. Maar zo biedt. Dan spritz. En dan het avondeten. Zoals je ziet is het de meeste van mijn calorieën heeft het opgenomen. Daar had ik dus ook al rekening mee gehouden en dat heb ik gepland. En als we kijken naar de macro's, ziet het er zo uit. Natuurlijk veel carbs en ook redelijk wat eiwitten binnengekregen. Dus dat is mooi. En ja, dat was hem dan. Ik hoop dat je het leuk en waardevol vond om dit ook een keer gezien te hebben. Normaal gesproken doe ik alles 100% individual macro's en alles zo goed mogelijk proberen te halen. Maar natuurlijk horen dit soort dagen er ook bij. Waarin je gewoon lekker zin hebt om eten te bestellen. Of om, nou ja, als het dan weer mag, uit eten te gaan. Dat soort dingen. En nu weet je een beetje hoe ik dat doe en hoe ik dat aanpak. Ja, ik hoop dat je daar nieuwe inzichten door hebt gekregen en dat je deze video leuk vond. Als dat het geval is, duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben en dan zie ik je graag weer terug in een nieuwe Fit Addict video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!